Wat ben je aan het doen, Harry? Ik lees een artikel met de vraag, wat wil je worden als je groot bent? Waarom interesseert je dat? Nou ja, het is een belangrijke vraag in zoverre dat ik dat nog steeds niet weet met mijn 29 jaar. Maar het mooie is dat het antwoord, of het is niet het antwoord, maar dat ze zeggen het gaat niet om wat je wilt worden, maar het gaat om wie je wilt zijn. En dat vind ik weer mooi, omdat zijn we de richting waar ik denk dat wij als maatschappij naartoe bewegen en waar Laren zich ook naartoe moet ontwikkelen, gaat over het ontwikkelen van competenties voor creativiteit, waarin mensen dus ook zichzelf kunnen zijn en met name zoveel mogelijk van zichzelf kunnen meenemen en meebrengen in dat wat zij dagelijks doen. Het is nu belangrijk omdat wij in een tijd leven waarin die complexiteit, maatschappelijk gezien, alleen maar toeneemt. Waarin een heleboel vraagstukken die we hebben steeds moeilijker op te lossen zijn. Maar waar we dus, die we in ieder geval niet meer op de manier kunnen oplossen, hiërarchisch ingestoken, van bovenaf gedefinieerd en zeggen wat we moeten doen. Maar waarin je dus mensen ruimte moet geven om dat vanuit hun eigen optiek en hun eigen mogelijkheden beter in te vullen. En ook om uiteindelijk zo hun eigen leven beter te kunnen invullen. Dit wil je als je beter in staat wil zijn om te kunnen reageren op ontwikkelingen die buiten plaatsvinden. En met name in een complexe en dynamieke omgeving.